Deze beelden worden mogelijk gemaakt door Omroep Venlo. Vanavond hebben wij de openingsavond van het businessseizoen 12-13. Het is bij ons een gebruik om daar een hele mooie, bijzondere avond van te maken. Wij brengen belangrijke commerciële nieuwsfeiten naar voren. Daarnaast wordt de selectie gepresenteerd voor dit seizoen. Zal onze voorzitter iets vertellen richting de sponsors. En er is natuurlijk nog een gezellige nazit, want netwerk is op zo'n avond bijzonder belangrijk. Heet ik u van harte welkom bij de opening van het businessseizoen 2012-2013. Hoe gaat het eigenlijk met de Business Club? Ik heb begrepen dat jullie aardig terug moesten in begroting ook. Ja, het is natuurlijk geen geheim dat VV ook last heeft van de crisis. Dat is ook helemaal niet erg. Maar wij pakken het positief op. Bekijken de positieve signalen in de markt. En wij hebben behoorlijk wat nieuwe sponsors kunnen verwelkomen. En vanavond misschien ook nog wel heel positief nieuws. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om dit bedrijf aan u voor te stellen als onze nieuwe broeksponsor, Business Partner. En het bedrijf heet Upstairs Traprenovatie uit Weer. Ik ben Priam bij de Bos. Ja. Ik ben nog 2 jaar bij Willem II en afgelopen seizoen was ik AZ. Jules Rijmerink, mensen. Ja, is prachtig. Dat hoort natuurlijk bij de aanvang van een nieuw seizoen. Dat je de nieuwe spelers de selectie voorstelt. En ook andere mensen in de, zeg maar, de organisatie. En ik weet gewoon dat de sponsors dat erg op prijs stellen, want ook zij willen weten wat er met hun centen gebeurt. Ja, dit seizoen, wat verwacht u ervan? Ja, zoals de trainer net al zei, we hebben natuurlijk een stroeve start. Maar van de andere kant is het zo, het is nog heel jong, dit seizoen. Er kan er van alles gebeuren. Ik heb alle vertrouwen, zoals ook in de voorgaande jaren, dat we het toch uiteindelijk gaan redden. En het zal niet makkelijk zijn, maar met vertrouwen. Ja, en als je dat met z'n allen ook uitstraalt, dan kan er toch weinig misgaan.